De kampioen van België hebben we hier recordkeersen en het is een Fries, Anne. Ja. Hoe ging het vorige week? Ja, dat ging verrassend goed eigenlijk. Want normaal gesproken, ik wie nog nooit verder als de kwartfinales kom, maar de singles. En de vorige week, ja, ik zit er lekker in en toen ging het goed. En in de pool af van Harmke, Sigis maar woen. Nou, daarvoor ik nog nooit van woen. Dus ja, dan zit je bovenin het schema, had je dan eerst in de pool willen. Of bovenin het schema, dan had je dus tunnel nummer 12 van de orenpool. Dus ja, dat is eigenlijk alleen maar in je voordeel. Dus nou, toen ging de kwartfinale goed. Toen de hele finale in de Spaans Famke, die hoe het algemeen ik heel goed is. Nou, dat lukte ik. Dus ja, toen al ligt de finale nog. En die wordt even spannend. Ik word in het begin heel zenuwachtig. Dan sta je er niet eens. Het is heel oors. Je bent natuurlijk met keertje wel eens wend dat de volle mensen omheen zitten. Maar dan zo'n boetelongens toernooi met al je oren mensen, dan moet dat toch echt een wennen. En dat leeft dan echt in België, hè? Ja, ja, heel leuk om te zien dat er heel veel Belgen ik mooi dien. En natuurlijk iedereen die het vanuit Ierland, de USA, wie in de toernooi. Helaas binnen die Juwet en Monet. Maar heel leuk om te zien dat er zo'n volle animo voor is en dat er zo'n volle naaien mensen ik bij komen. En natuurlijk de oude groep. Het krijgt de familie die je in of twee keer in het jeugd en het is super gezellig. Ja. Wie is er onbevangen toernooi ingegaan? Ja. Ja, ik wie nooit weer als een kwartfinale kom. Dus toen week door de pool, dan denk je, ja, nou, ik heb in ieder geval de pool woen. Ik heb mooie dingen, of ik heel van Harmke woen, dat wie van mezelf wel heel mooi. Dus ja, je hebt van jezelf een verwachting. En is het dan, ja, onbevangen, het gevoel is goed. Ja, je denkt steeds, ik een stapje verder. Ja, ja, je komt elke keer een ronde verder en elke keer denk je wel, nou ja, van dat Spaanse famke hier ik alles jij woen, mooi een jeugdtoernooi. Dus ik dacht, nou, we zien wel hoe het gaat, ik kan van haar winnen. Had ik gewoon mijn eigen speeltje spelen, dan mat het kennen. Nou, zei ik in de finale, ik ging van, nou, ik ging in de pool van haar woen. Wie weet, ken het nou ik. Een succes, internationaal succes van de Friese Keertse. Dat moet ik een heel apart gevoel wezen. Ja, ik heb mijn Marit natuurlijk wel eens internationaal spelen, voor de jeugd. Maar om zo een internationaal toernooi voor volwassenen te winnen, ja, dat wie wil echt even... nou ja, sowieso nooit keerseizoen. Dat het wel even lekker wie om nou even te winnen. Let je eerlijk weten, hier is het even nodig. Ja, nee, serieus. Ik heb van mezelf wie het wel een soort van bevestiging dat het weer de goede kant uit gaat. En dat het gewoon nog wel kan. En ik heb gewoon lekker spelen. Ik heb van mezelf een goed gevoel erin overhouden. Dus ik zou hopen dat het dit weekend wessen gaat. Iedereen is minder druk. De hol is even leeg bij Anne. Ja, ja, sowieso. Ik vind het leuk. En dit is weer een wat oors. Gewoon oren mensen en oren omgeving. En ja, ik vind het lekker. Ik voel me goed. Schatstie koers en dit weekend in? Ja, we zitten. Ik zit nu bij Miranda in de pool. Waar ik eigenlijk nog nooit van woon. Dus we zitten. Ik doe mijn best.